Ik denk dat we kunnen starten. Welkom uh, iedereen. En uh, fijn dat u tijd hebt gemaakt uh, ja, tijdens een zonnige dag eigenlijk. Um, dus we gaan het niet te lang maken. We gaan het ook niet te technisch maken. Uh, maar ik denk dat we echt uh, gaan focussen op uh, de opportuniteiten die er zijn met de veranderingen die dat we nu. Hebben doorgevoerd bij Klassement. Specifiek voor organisaties dan. Uh, mijn naam is uh, Arnoud Pietersen. Ik ben moderator uh, voor nascholingen en activiteiten die worden toegevoegd op klassement door jullie. Um, ik ben ook uh, klantenadviseur, zoals men dat noemt, uh, voor organisaties. Dus uh, ja, ik help organisaties mee onborden uh, of uh, ik help ze wanneer er problemen zijn. Uh, ik doe ook een stukje de PR en ook de advertenties. Hè. En er zijn ook mogelijkheden uh, om te adverteren uh, via klassement. Uh, ik word hier uh, bijgestaan door mijn uh, sympathieke collega. En die zie je nu in beeld komen. Dat is Eline. Maar zij kan zichzelf uiteraard voorstellen. Ja, dankjewel Arnold. Uh, ja, mijn naam is uh, Eline Delay. Um, ik ben moderator voor de kunsten. En uh, ik ondersteun uh, Arnoud um, in zijn contacten met uh, organisaties en uh, eventuele klanten. Um, ik ben hier ook niet alleen als moderator. Um, ons collega Lies is hier ook. Uh, Lies is... Um, Moderator voor het lager onderwijs. En uh, jullie, haar naam zegt jullie misschien wel iets, want uh, zij is namelijk de persoon die, uh, ja, die eigenlijk alle mailtjes stuurt. Ja, als je naar het infoadres uh, stuurt, dan, uh, ja, dan is het eigenlijk Lies die, uh, waarmee dat je uh, contact hebt. Voilà. Goed, Arnoud, ik, even, uh, dan... ik ga even mijn uh, volgende slide opzetten. Uh, misschien jullie niet te lang in spanning houden. Hè. Wat, uh, wat gaan we doen vandaag? Uh, we vliegen er onmiddellijk in. Arnold gaat jullie eigenlijk al onmiddellijk verklappen wat er veranderd is. Um, dat zijn heel wat zaken. Uh, je ziet dat we een aantal uh, onderdelen hebben. Uh, in deze webinar zijn ongeveer tien uh, deeltjes. Eerste is wat is er ver veranderd? Uh, als tweede puntje uh, dan ja, de helppagina's. Want je zal merken dat de helppagina's, uh, dat je die misschien in eerste instantie wel nodig uh, kan hebben. En we vonden het belangrijk om uh, dat onmiddellijk vroeg in het programma te plaatsen. Dan uh, gaat Arnoud jou ook meenemen uh, naar de organisatiepagina. Want ook daar uh, ja, kan je heel wat nieuwe informatie invoegen. Belangrijk is ook dat je uh, de gegevens van je organisatie ook uh, heel goed kan uh, toevoegen, dat die volledig zijn. Ook iets nieuws, dat zijn de auteurs en beheerders. Uh, we gaan ook kijken naar uh, jouw leermiddelen van jouw organisatie. Ik kan misschien al een tipje van de sluier lichten, um, Arnoud. Uh, dat is namelijk dat je leermiddelen van iemand anders binnen je organisatie, en je gaat daar van alles mee kunnen doen. Dat is iets, uh, iets nieuw. Ook die favoriete mappen. Uh, tot voor kort was het niet gemakkelijk om eigenlijk samen te werken. Ook daar hebben we een antwoord op gevonden. Um, ja, dan gaat eigenlijk Arnoud zijn. Uh, ja, zijn uh, zijn specialisatie, even toelichten en het adverteren. Hoe werkt dat op klassement? Voor de organisaties die geïnteresseerd zijn in themapagina's, lichten wij het ook even kort toe. En dan vonden we het ook heel belangrijk om aan het einde van de webinar ook ruimte te maken voor vragen. Nu, Lies gaat ons ondersteunen in de chat. Dus heb je vragen, plaats die alsjeblieft in de chat. Hou je zeker niet in. Maar weet dus dat er een vragenluik is aan het einde van de webinar. Voilà, Arnaud, dan geef ik het woord aan jou. Dank u wel, Eline. Um, misschien ook belangrijk om even mee te geven, de webinar wordt opgenomen. Dus um, als jullie onderweg even de weg kwijt raken, dat is niet erg. Uh, alles is opgenomen en we zullen jullie achteraf ook wel um, een mailtje sturen met uh, de opname er zelf in of de link naar de opname. Goed. We beginnen bij punt 1, dus wat is er veranderd? En dat ga ik zonder, zonder iets te tonen even met jullie bespreken. Een heel belangrijk ding dat er is veranderd, en dat is toch wel voor Klassement zelf iets waar we gelukkig mee zijn, dat is dat je een organisatie kan aanmaken op Klassement, maar een organisatie die geen leermiddel heeft toegevoegd, zal ook niet zichtbaar zijn op klassement. In het verleden hadden wij zo'n 4000 organisaties op klassement, um, en waarvan het grootste gedeelte eigenlijk um, ja, niks uh, posten op klassement, er ook niet zoveel mee deed. En dat vervuilde een beetje de databank. Um, vandaar dat we nu um, enkel de organisaties die. Uh, tenminste, één leermiddel plaatsen en straks gaan we ook wel zien wat dat dan juist inhoudt of wat dat juist kan inhouden, um, om die echt zichtbaar te maken op klassement. Dan maakt het ook veel gebruiksvriendelijker. Um, en dat wil zeggen dat we zelf ook wel meer, um, meer kunnen bieden naar jullie toe als organisatie. ook um, Er is een oplossing voor. Um, je kan hè, om te beginnen. Ik veronderstel dat elke organisatie die uh, hier nu in de webinar zit, uh, dat die sowieso bijvoorbeeld een website hebben die, uh, die dat je zeker informatief kan noemen. En dat kan je in principe ook al uh, als leermiddel toevoegen. En dan is je probleem al opgelost uh, van niet zichtbaarheid op klassement. Maar dat is voor ons het minimum. Dus in het verleden hadden we 4000 organisaties. Nu zijn het er 719, met op dit moment in totaal een 10.500 leermiddelen. Dus dat is eigenlijk zeker niet slecht. Het tweede nieuwe is um, dat je um, binnen de organisatie eigenlijk twee soorten profielen hebt. Uh, het eerste profiel is de beheerder. En de beheerder die heeft uh, de touwtjes in handen. Um, en dat is iemand die iets meer kan doen dan uh, het andere profiel, en dat zijn de auteurs. Auteurs zijn vooral de mensen die het lesmateriaal kunnen plaatsen op klassement, uh, ook met favoriete mappen gaan kunnen werken, maar daarover straks ook wel meer. En een beheerder kan vooral um, de organisatiepagina uh, vormgeven. En het belangrijkste is dat een beheerder eigenlijk um, de nieuwe leden van de organisatie op klassement kan goedkeuren. En of medebeheerders kan aanduiden. Uh, dus um, dat is wel belangrijk dat zo'n beheerder een beetje een zicht heeft op uh, personeelsverloop of op, uh, ja, als je werkt met vrijwilligers, uh, dat hij toch contact heeft of een zicht heeft van: oké, okay, wie hoort er hier allemaal bij mijn organisatie en wie zou er in naam van mijn, organisaties, um, of mijn organisatie iets mogen posten. Dus dat is het tweede nieuwe. Het derde nieuwe is, um, en dat is uh, super handig. Um, uh, stel dat je werkt met een vijftal collega's en een collega van jou geeft iets gepost, hè, een, uh, een lesmateriaal, maar je gaat in bevallingsverlof of zo. Hè, en um, je hebt de login niet van die collega. Dus tot nu toe, uh, tot nu toe kon je zonder login kon je niet aan dat lesmateriaal. Nu kan je dat dus wel. Nu kan je als collega binnen een bepaalde organisatie kan je dus het lesmateriaal van iemand anders aanpassen of overnemen. Maar goed, daarover straks ook meer. Maar je voelt al aan dat er heel wat meer mogelijkheden gaan zijn en dat er heel wat soepelheid is ingebouwd voor organisaties. Um, de favoriete mappen eh, die kunnen ook samengemaakt worden en samengevuld worden terwijl het in het verleden eigenlijk um, ja, vast uh, aan um, één persoon. Eh, dus nu kan je een favoriete map maken met verschillende personen van je organisatie. En wat vragen we dan? We vragen dan ook eigenlijk om vanaf nu, um, hey, want dat was een oplossing die vaak gebruikt werd door organisaties, om één ja, soort van generieke login te gebruiken voor hun organisatie, hey, met de voornaam vc2 en dan de achternaam, de naam van de organisatie ofzo, en uh, het paswoord dat dan gedeeld werd. Um, dat gaan we nu dus uh, niet, meer, um, ja, niet meer toelaten eigenlijk, omdat je... Um, net die flexibiliteit hebt gekregen eh, en dat dat ook allemaal via je persoonlijk profiel kan. Um, wat is er belangrijk nu? Um, heel belangrijk uh, binnen heel het verhaal is je organisatiepagina. En daar gaan we straks eens deftig over lopen. Um, je organisatiepagina wordt vanaf nu echt je visitekaartje. En je kan dat ook zo gebruiken. Uh, naar buiten toe. Je zou hey, de link naar je organisatiepagina heel makkelijk uh, op je eigen website kunnen zetten en zo. En van daaruit gaat men direct een deftig overzicht hebben van wat jouw organisatiepagina, uh, wat je organisatie allemaal op klassement al heeft um, geponeerd, gedaan heeft en zo verder. Uh, wat ook kan, hè, maar dat kon in het verleden ook wel, uh, is dat je meerdere organisaties kan koppelen aan jouw profiel. Ben je actief binnen verschillende organisaties of binnen verschillende bedrijven uh, of VZW's of NGO's? Hè? Op zich maakt dat allemaal niet zoveel uit. Of is er bijvoorbeeld een soort van uh, tijdelijke. Netwerk dat er is rond een bepaald thema, dan kan je daar ook een nieuwe organisatie rond maken. Het belangrijkste voor ons is dat er dan wel contactgegevens zijn en ook een website en zo, eventueel, maar dat we toch duidelijk kunnen zien van hier zit iemand achter en dat we weten wie dat erachter zit. We vinden dat wel belangrijk, omdat je anders moeilijk kwaliteit gaat kunnen meten. En een van de belangrijkste zaken is daarvan, ja, is er een website of zijn er contactpersonen? Um, en voilà, dus uh, dat is eigenlijk uh, kort en bondig uh, datgene wat er nieuw is. Uh, voilà, en ik laat het woord nu even aan Eline. Voilà, voordat uh, Arnold gaat uh, uitweiden over al die dingen en dat allemaal gaat laten, uh, laten zien... Neem ik jullie mee uh, ja, gewoon naar het klassement. Oh, nee. Daar komt-ie. Ja, dit is even moeilijk, kan gebeuren. Voilà, want wat is heel belangrijk, dat is dat je, zoals ik daarnet al zei, die helppagina, als je het moeilijk hebt, dat je gewoon weet dat er eigenlijk een, een, een pagina is, een helppagina die echt wel op jullie maat is. Dus ik zit nu eigenlijk op de startpagina van klassement. Voilà, dit is mijn startpagina. Ik zal even inzoomen en als je dan helemaal naar bovenaan naar de rechterbovenhoek gaat, dan zie je daar het woordje help staan. En als je daarop klikt, dan kom je eigenlijk bij de helppagina's. Nu, daar vind je echt alles. Hè. Dus dit is ook een, een pagina die kan gebruikt worden hè, door, door leerkrachten, die eigenlijk, door eigenlijk gewone gebruikers, dus niet door organisaties. Dus we hebben ook voor jullie een aparte rubriek gemaakt, die door Lies ook volledig uh, up-to-date is gemaakt. Je ziet het, zij zijn een manusje van alles. Um, dus als je naar onderwerpen gaat, hè, en je klikt daar helemaal naar beneden, daar zie je een, uh, een uh, bepaalde rubriek, organisatie beheren. Als je daarop gaat klikken, dan is dat eigenlijk een categorie waarin dat alles is gebundeld dat interessant is voor organisaties. Dus ik scroll gewoon even snel naar beneden. Dus wat vind je daar? Hoe krijg je optimaal jouw boodschap bij leraren? Ook gewoon beginnen bij het begin. Hoe kan je registreren als lid van een organisatie? Hoe moet je je organisatie toevoegen? Uh, nascholingsorganisaties toevoegen, want dat is dan nog een beetje anders. Um, ja, beheerder worden van een organisatie, hè, want dat is nu toch echt wel uh, ja, toch iets wat we meer uh, verfijnd hebben: behe beheerder en auteur. Gewoon de, uh, het beheer van je organisatie. Uh, Arnoud uh, zal ook straks laten zien hoe dat, dat er uh, bij een beheerder uitziet. Stel dat je bijvoorbeeld meer dan één logo hebt voor je organisatie. Stel dat je een organisatie moet verwijderen, je vindt het daar eigenlijk uh, allemaal. Dus uh, scroll daar uh, gerust eens uh, door. Uh, we zullen ook uh, de link in de chat zetten, zodat jullie dat eigenlijk uh, gemakkelijk kunnen terugvinden. Je kan daar ook nog op een andere manier uh, naartoe gaan. Um, even kijken. Je kan daar trouwens ook in zoeken. Hè. Dus als je hier gaat zoeken, hè, we zitten nu in deze, uh, deze rubriek, daar kan je ook bij organisatie, voilà, kan je gewoon gaan zoeken op organisaties. En dan krijg je nog meer resultaten. Hè. Daar ga je diezelfde zoekresultaten ook bij terugvinden. Maar dan krijg je eigenlijk alles wat met organisaties uh, te maken heeft. Voilà, Arnold, dan ga ik uh, terug naar jou. Oké, okay, goed. Ik kreeg hier ondertussen in de chat uh, de vraag van Vincent of dat ook commerciële organisaties zijn. Hey, dan hier uh, uh, DLS, uh, uh, het Learning Team van DLS. Ja, dat kan. Hè. Dus um, eigenlijk uh, vanaf het moment dat je een aanbod, heeft, uh, een aanbod hebt uh, dat bruikbaar is. Voor een leerkracht binnen welke richting of um, welk niveau dan ook. Um, en dat kan dus ook vanuit commerciële organisaties zijn, uh, binnen de retail dan in dit geval. Um, uiteraard, hè, uiteraard zijn wij um, blij dat jullie ook um, materiaal uh, willen delen. En ik denk dat dat uh, super belangrijk is um, ja, om de kloof uh, tussen onderwijs en de, in de arbeidsmarkt ook wat uh, kleiner te maken. Dus uh, op dat vlak. Uh, staat klassement open? Ja, voor iedereen. Hè. Het belangrijkste is natuurlijk. Um wat dat we niet willen, is dat je, ja, ik zeg maar iets hè, als je een, een webshop hebt, dat je ja, elke productpagina van je webshop uh, op klassement gaat zetten. Hè. Uh, ik denk dat klassement nu een van de weinige platformen is um, binnen Europa die het echt uh, openlaten aan commerciële organisaties om uh, te posten op klassement uh, of op, op het platform, terwijl in het buitenland um, is dat meestal um, al direct een, een soort van advertentieformule die dat je dan um, uh, voorgeschoteld krijgt. En dat doen we specifiek niet. Nu, allez, alles hangt er een beetje vanaf van het gezonde evenwicht. En dat is er tot nu toe wel. Hè. Er wordt niet echt misbruik van gemaakt. En echt het materiaal dat wordt gepost door commerciële organisaties of NGO's of wat dan ook, um, is um, zeer gewaardeerd. Hè. Um, voilà. Oké, okay, ik ga nu um, beginnen met um, een van de belangrijkste knopjes. Ik ga mijn scherm even delen. Voilà. Maar het belangrijkste knopje is vanaf nu uh, voor iedereen binnen de organisatie. Ik hoop dat jullie mijn pijltje goed zien. Anders wil ik nog uh, een beetje inzoomen. Voilà. Naast je naam hè, zie je een uh, wit uh, driehoekje, en dat is eigenlijk de belangrijkste vanaf nu. Uh, als ik daarop klik. Dan zie je hier een knop naar mijn uh, persoonlijk profiel. En daaronder staat uh, bij sommige mensen één organisatie, maar dat kunnen er ook verschillende zijn. Uh, je ziet hier dat ik eigenlijk uh, actief ben op klassement binnen vier organisaties. Klassement, klassement lerarenvoordelen, departement onderwijs en vorming en kenniscentrum Digisprong. Ik kan dus eigenlijk in naam uh, van uh, die vier organisaties zaken op klassement zetten. Nu, um, ik ben ook beheerder van klassement. En dan ga ik u even tonen. Hè. Als ik dan op klassement uh, klik, dan krijg ik een menuotje. En daar staan uh, vijf dingen op. Uh, het eerste is organisatiepagina, tweede gegevens, dan auteurs en beheerders, leermiddelen en favorieten. Ik krijg er vijf te zien omdat ik beheerder ben. Een auteur en misschien kan um, um, Elien het even tonen. Als Eline als gewoon auteur bij Klassement, um, naar uh, het witte driehoekje gaat en dan naar de menu gaat, dan zal zij iets anders te zien krijgen. Even tonen, als ze kan. Dank Voilà. Dus inderdaad, ik ben uh, auteur bij Klassement. Dus als ik dan naar Klassement ga, dan zie ik eigenlijk net hetzelfde dan, uh, dan Arnaud daarnet. Maar ik heb inderdaad maar drie blokjes. Dus ik kan de organisatiepagina bekijken, leermiddelen bewerken en bekijken. En favorieten. Voilà. En voilà gewoon even om aan te tonen dat... Uh, ik ga terug het scherm overnemen dan. Um, dat je als beheerder twee belangrijke zaken daarbij hebt staan. Uh, en dat is gegevens, de gegevens van je organisatie. En die zijn eigenlijk wel heel belangrijk. Um, als dat volledig is, dan kom je ook veel beter over op klassement. En het tweede dat je kan zien als beheerder is uh, dat je. Auteurs en beheerders kan uh, aanduiden enzovoort. Maar we beginnen met het begin, de organisatiepagina. Nu, een organisatiepagina, die link, die heeft iedereen. En iedereen kan die ook zien. Hè? Maar uh, we hebben die daarbij het menu gezet, uh, ja, omdat dat toch wel handig is, dat je zo'n beetje kunt zien van: oké, okay, hoe, um, hoe ziet onze um, ja, visitekaartje er eigenlijk uit? Hè? Um, voilà. Het enige dat je daar uh, aan kan wijzigen, hè, uh, is de achtergrond uh, op die pagina. Uh, ja, daar kun je plezante dingen mee doen, maar uh, het is wel gelinkt aan, uh, aan Pixabay, dus je kan er zelf niet echt een, een foto uh, uploaden. Maar je zou eerder, ja, ik zeg maar iets, hè, het is nu uh, zomer. Uh, onze kleur is ook een beetje oranje, dus ik klik dan Strand Oranje in en je kunt er. Uh, ja, Weet ik veel. Uh, ik kies er eentje uit. En dan kun je ja, kunt een klein beetje uh, wat vormgeven, wat spielerij eigenlijk. Hè? Uh, dat hoeft ook niet, dat mag. Maar dat is misschien wel eens leuk om uh, ja, daar wel mee te spelen. Je kan dat ook gewoon verwijderen. Voilà. Maar je ziet hier duidelijk wat andere mensen zien um, als ze op jouw organisatie klikken. En wat krijg je? Je krijgt een omschrijving van je organisatie, je krijgt de contactgegevens. Hier staat nu wel beheerorganisatie, maar iemand anders gaat dat natuurlijk niet zien, die gaat enkel zien: meld probleem. Mocht er een of ander probleem zijn, mocht het een organisatie zijn die, ja, die, ik zeg maar iets, volledig ingaat tegen de rechten van het kind of zo, dan mag dat uiteraard gemeld worden. We screenen dat sowieso, maar je weet nooit. Je krijgt een overzicht van alle leermiddelen uh, van je organisatie. En heel interessant is de knop hier: Volg leermiddelen. Dus dat wil zeggen dat iemand anders op klassement, uh, als hij op die knop duwt, um, jouw leermiddelen kan uh, volgen. Hè. En als ik daar dan uh, op klik, dan. Um, Staat er ook van: Kijk, je volgt nu de leermiddelen van klassement. Wanneer er een nieuw leermiddel wordt gepost door klassement, wordt toegevoegd op klassement, dan zal je een bericht krijgen. Dat is ook wel een leuke toe en zeker voor jullie ook om dat te promoten. Daaronder zie je eigenlijk een beetje een samenvatting van: ja, laat ik zeggen, je populariteit op klassement. Uh, eh, dus uh, het totale aantal van je leermiddelen en hoeveel keer dat die werden bekeken. Uh, wat is je populairste leermiddel en ook de link daarnaar. Hè. Ook het aantal keer dat werd gebruikt. Hè. De gemiddelde score van al je leermiddelen. Um, het leermiddel met de hoogste score. Hoeveel keer dat ze in totaal werden gebruikt. Um, hoeveel keer dat men uh, je leermiddelen een favoriet heeft gemaakt en zo. En de volgers. Dat is eigenlijk iets heel tof. En we hebben dat speciaal zo gemaakt dat je dat ook via je social media-kanalen kan delen. Dus in dit geval gaat het via Facebook en via Twitter. Dat je eigenlijk een beetje kan aantonen dat je zelf enthousiast bent van het gebruik door je organisatie op klassement. En dat je dat een beetje wilt delen. Daaronder krijg je ook nog eens een overzicht van je favoriete mappen. En dat is eigenlijk alles. Hè. Zo ziet jouw um, organisatiepagina er idealiter uit. Hè. Maar we komen nu eigenlijk aan de tweede stap. En de tweede stap is het belangrijkste. Maar dat is enkel iets, hè, zoals ik al zei, dat um, zichtbaar is en invulbaar is door. Um, beheerders dat is uh, het onderdeel gegevens en daarvan is het eigenlijk wel heel belangrijk dat dat volledig is ingevuld um, elke organisatie wordt geverifieerd en je kan dat zien als je een uh, groen bolletje hebt met een vinkje in dan is jouw organisatie uh, geverifieerd Vanaf het moment dat jouw organisatie geverifieerd is, hè, dan hebben we toch eventjes nagekeken: kloppen die contactgegevens? Is dat een legitieme organisatie? Uh, klopt die website? Um, en um, verloopt alles een beetje uh, legitiem? Um, dan ben je geverifieerd en kan je posten. Wat valt er allemaal onder? Ja, de naam, het land, postcode, gemeente, dus alle adresgegevens eigenlijk, telefoonnummer. De website en het e-mailadres. Dan mag je gewoon het infoadres gebruiken uh, van je organisatie. Dat is geen probleem. Het tweede is um, het logo. En zoals je op de organisatiepagina zelf had gezien, hè, ik ga er nu een andere tonen hier, dat is die van Move. Hè. Uh, je hebt één uh, logo dat vrij groot uh, mag zijn en eventueel zelfs met. Uh, met een, 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 hoe noem je dat, een supline of, of um, enfin, met dus een zinnetje eronder. Um, die mag je daar zetten. Um, dat is een rechthoekige liefst hè, liggend rechthoekig met de verhouding breedte, hoogte 3x2 um, en moet minstens 300 pixels breed zijn. Dus je kan zelf al een beetje voorbereiden voordat je gaat uploaden. Hè. Als er nog geen logo is, dan staat hier gewoon de knop: eh, uploaden uh, van je logo. Je kan ook uh, steeds een beetje bijsnijden of kroppen um, en zo verder. Dus je kan, uh, allez, je kan er wel een beetje mee voefelen Dan nog belangrijker, dat is een beetje de ronde versie uh, van uh, je logo of uh, ja, van het icoontje uh, dat bij jullie organisatie past of zo. Uh, um, ja, dat is meestal iets visueler en dat hoeft niet echt per se tekst te zijn. Um, maar die is ook super belangrijk. Um, want als je die niet uh, op klassement zet, dan krijg je altijd zo'n beetje ja, een, een generiek symbooltje. Dat is een gebouwtje dan, een beetje grijzig. En dan kom je ook grijs over op klassement. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus dat is een klein beetje werk um, om uh, te zoeken achter iets dat je in zo'n mooi cirkeltje. Um, kan gefixt krijgen. Ook hier kan je makkelijk gaan bijsnijden en zo verder. Um, ik hoop dat dat tot hiertoe duidelijk is. Um, dan um, moet je ook een beetje aanduiden, of ja, je moet dat eigenlijk niet een beetje aanduiden, je moet het gewoon aanduiden onder welke rubriek uh, dat je valt. Hè. Um, wees daar uh, vrij streng in voor jezelf. Dus um, ik geef maar een voorbeeld. Hè. Als je professionalisering voor onderwijs uh, aanklikt, ja, dan zou je eigenlijk toch wel. Uh meer dan één uh, nascholing uh, uh, voor leerkrachten moeten organiseren per jaar. Allee, dat zou toch wel echt voor een stukje je core business moeten zijn. Hè? En anders laat je dat maar weg. Dat wil niet zeggen dat je dat dan niet meer kan posten of zo. Hè? Maar probeer daar toch wel duidelijk in te zijn. Uh, niet te makkelijk ze allemaal aanduiden. Hè? Want als je hier professionalisering voor onderwijs aanduidt, dan kom je ook binnen een lijst te staan van de echte nascholingsorganisaties. Heb je educatieve activiteiten voor leerlingen? Dat zijn dan echt organisaties die workshops doen ter plaatse of bij hen zelf. Maar dat zijn dan echte activiteiten voor leerlingen. Uh, heb je lespakketten hè, of spelen, educatieve spelen of zo? Dan is dat ook duidelijk. En dan bovenste, dat is informatie. Heb je echt geen idee van uh, onder welke van de vier eerste dat je past? Dan duid je gewoon ander aan hè, en je kan gewoon even goed gebruik maken van klassement. Voilà. Dan uh, de omschrijving van je organisatie. Um, dat is toch ook wel belangrijk dat dat goed ingevuld wordt. En je mag daar ook gerust gebruik maken van de mogelijkheid om hyperlinks uh, te plaatsen. Hè? En die kan je dan direct plaatsen naar je organisatie. Een laatste ding, dat zijn trefwoorden. Uh, daar ook heel belangrijk dat je echt wel uh, woorden zet die passen bij het aanbod van je organisatie. Uh, en waarom uh, vragen we dat? Dat ga ik onmiddellijk eens tonen. Um, als ik nu bijvoorbeeld uh, op klassement ben en ik ga naar netwerk en ik klik hier op organisaties, dan krijg je hier het overzicht uh, van alle organisaties. Maar als er nu het trefwoord is toegevoegd, um, ik doe een gokje. Klimaat bijvoorbeeld, dan krijg ik ook al hier de suggesties van organisaties die uh, klimaat er uh, hebben hè, bij hun trefoorden. Uh, of ik kan ook wel echt gaan zoeken, als het hier gaat over klimaatbeleid, dan gaat het mij ook tonen welke organisaties dat specifiek dat woord hebben toegevoegd. Hè. In dit geval, grootouders voor het klimaat. Dus je ziet, ik kan het zo gek niet bedenken. Of we hebben uh, organisaties die wel actief zijn op klassement. Hè. Als ik nu klimaat zelf zou nemen, dan gaat dat iets ruimer zijn... Hè. Dan, uh, ja, dan zitten we toch met iets wat meer organisaties. Voilà. Ja, Even kijken of dat ik hier uh, alles heb gebracht wat ik moest brengen. Ik denk het wel. Anders mogen mijn collega's mij gerust onderbreken. Maar dan denk ik dat we nu kunnen verder gaan naar uh, het volgende in je menu van beheerder en dat is het aanduiden van auteurs of beheerder. Nu hoe word je beheerder van een organisatie? Dat is eigenlijk heel simpel. Uh, de eerste die je organisatie aanmaakt op klassement wordt eigenlijk automatisch de beheerder en die zal dan ook um, een bericht krijgen als iemand wilt aansluiten bij je organisatie. Dus um, het zou eigenlijk niet mogen eh, dat je verrast wordt eh, als je een organisatie hebt op klassementen dat iemand anders eh, iets deelt in naam van jouw organisatie. Het zou eigenlijk niet mogen. Eh, je krijgt eigenlijk de nieuwe aanvragen krijg je zichtbaar eh, als beheerder. En dan moet je gewoon naar drie knopjes gaan en dan zeg je bevestig lid. Eh, en dan is die lid, eh. zoals in dit geval hier. Katrien Bernhardt bijvoorbeeld is auteur. Thomas is beheerder eh, en ik kan ook bijvoorbeeld eh, iemand beheerder maken. Als ik nu zeg, ja, Daan de Prins, ik ga die de te geven, want die mag voor mijn part eh, de organisatiepagina, de content daar eh, aanpassen, of die mag zelf ook nieuwe auteurs eh, aanvaarden, eh, dan maak ik hier gewoon, maak beheerder van. Eigenlijk eh, heel evident, eh, heel makkelijk. Ook als er iemand bijvoorbeeld niet meer lid is van je organisatie, uh, ik kan haar bijvoorbeeld verwijderen. Ik ga in dit geval eens een keer doen. Verwijder lid van de organisatie. En uh, dan loopt het app, dan loopt het niet vast. Voilà, zij is verwijderd. Nu, in het geval van dat zo iemand uh, toch nog leermiddelen heeft gedeeld uh, in naam van jouw organisatie, dan krijg je ook nog de vraag hierbovenaan. Hè? Dus bijvoorbeeld, hier staan drie mensen die uh, uit de organisatie Klassement in dit geval uh, gegaan zijn, maar die toch leermiddelen hadden gedeeld in naam van de organisatie. Ik kan nu als beheerder eens gaan kijken uh, naar die leermiddelen en dan kan ik zien wat ik daarmee doe. Hè. Ik kan eventueel dat leermiddel verwijderen hè, of ik kan zeggen van ja, hè, um, zet dat leermiddel op naam van iemand anders. Voilà. Uh, ik denk dat dat uh, in principe. Genoeg is en voldoende is um, als beheerder, eh, als het gaat over het, het toevoegen van uh, nieuwe auteurs of het toevoegen van nieuwe beheerders. En nu heb ik eigenlijk uh, kort uh, meegegeven ja, wat je als beheerder kunt. Voilà, ik denk dat. Uh, we nu verder kunnen gaan naar Eline. Zij gaat jullie vertellen uh, wat je juist uh, aan me kan toevoegen, hè? wat er eigenlijk bij ons valt onder lesmateriaal. En dat gaat heel ruim. Ja, uh, Arnold, ik, uh, ik denk dat jij ook de chat, uh, hey, die kan jij niet zien. Nu, um, er was ook een vraag van Mathieu, en dat is eigenlijk wel een terechte vraag. Hey. Dus uh, je hebt nu laten zien hoe uh, beheerders uh, eigenlijk kunnen zien wie er beheerder is, en dat zij eigenlijk de uh, auteurs allemaal kunnen aanstellen, zij kunnen ook uh, hen verifiëren. Maar het is inderdaad wel zo dat je als auteur, dat het wel moeilijk is om te weten te komen wie dat er eigenlijk beheerder is van je organisatie. Dus dat is, dat is nog iets dat, dat moeilijker is. Dus het ultieme hulpmiddel of de hulppersoon is dan altijd Lies. Want dat staat daar dan ook bij. Als je het niet onmiddellijk terugvindt, dan kan je wel zeggen van oké, okay, contacteer. En dan kan je op die manier bij Lies terechtkomen. Lies, wil je iets zeggen? Ik hoorde precies iets. Nee. Voilà, als daar nog vragen rond zijn, stel ze gerust in de chat. Um, maar dus weet dat je op die manier zeker ook uh, geholpen kan zijn. Goed, dan uh, ga ik inderdaad naar de lerenmiddelen. Voilà, dan als alles goed is, dan zien jullie nu mijn scherm. Ja, voilà. Goed, dus je kan eh, inderdaad heel wat leermiddelen toevoegen. Dat is door heel wat collega's onder jullie eh, is dat al eh, gebeurd. Nu, eh, ik ga dat even kort eh, nog toelichten, want er zijn ook wel verschillen. Als je gaat toevoegen, merken wij dat eigenlijk het aanbod voor organisaties, dat jullie dat heel gemakkelijk vinden. Dat is hier aan de rechterkant. Nu, als je een aankondiging of een nascholing of fysiek materiaal eh, wil opladen bij ons, dan zie je eh, dat, dat, eigenlijk, dat je daar niet kan kiezen of dat je daar geabsorpt. Avanceert, dus uitgebreid toevoegt, of dat je daar kort toevoegt. Nu, wat bedoel ik daarmee? Hè? Um, eigenlijk de volledige rechterkolom, uh, als je daar wil gaan toevoegen, dan is dat altijd zeer uitgebreid. Hè? Dan heb je eigenlijk alle mogelijkheden om daar alle details uh, van jouw leermiddel zelf als organisator in te voegen. Nu, als jullie graag eh, ook naar de, naar de linkerkolommen willen gaan kijken, eh, dan eh, is het heel belangrijk dat jullie daar ook eh, niet eh, op die grote knoppen, eh, die zijn heel aantrekkelijk om op te klikken, maar dat jullie daar ook op de kleine knopjes daaronder gaan klikken. Waarom? Omdat je dan eigenlijk ook geavanceerd gaat toevoegen en eh, dat je daar alles kan toevoegen wat je eigenlijk ook bij eh, zo'n aankondiging hebt. Dus ik ga daar gewoon even uh, naartoe gaan, naar dat geavanceerd toevoegen. Als jullie. Um lid zijn geworden van een organisatie of je bent auteur bij een organisatie, dan ga je zien dat dit hier veranderd is. Dus je kan er nog altijd voor kiezen om persoonlijk te gaan toevoegen, maar je kan ook gaan kiezen om als organisatie te gaan toevoegen. Dus dat is wel een belangrijke. Bij Arnold, en bij mij staat er hier eigenlijk maar één rijtje, nu bij Arnold staan daar dus inderdaad vier organisaties onderin. Dus hij heeft natuurlijk veel meer keuze. Maar zo maakt het eigenlijk, dat maakt eigenlijk het toevoegen in naam van die organisatie. Heel eenvoudig. Nu voor de collega's die nog niet veel hebben toegevoegd, Dus weet dat al die blokjes, al de blokjes met oranje vakjes aan, die zijn eigenlijk echt wel verplicht. Dus daar kan je niet onderuit. De vakken waar dat dan niet bij staat, daar kan je eigenlijk kiezen of dat jij dat doet. Als jij het niet doet, als. Ja, beheerder of auteur van een organisatie, dan komt dat eigenlijk bij de moderator terecht. Dan gaan wij kijken naar jouw leermiddel en dan gaan wij eigenlijk de beste categorie, bijvoorbeeld op dit, uh, in dit geval, gaan wij dan voor jou kiezen. Ook uh, je titel uh, kan je daar toevoegen. Uh, als je dat onmiddellijk goed wil doen, je weet dan dat wij met een dubbele punt werken en dat wij met een hoofdletter werken, net na de titel. Uh, wij passen dit ook nog uh, vaak, uh, vaak wel lichtjes aan. Een omschrijving, hè? wees daarin zo duidelijk mogelijk, hè? Uh, zeg ook waarom dat dat interessant is voor de leerkracht, daar hebben we ook een speciaal apart stukje voor, hè? dus gebruik, hè? waarom is dat zo interessant voor het onderwijs, dat materiaal dat je al ontwikkeld hebt. Um, en dan die trefwoorden. Dat willen wij eigenlijk, het staat daarbij, tip, geen meervalt intikken. Um, dus alle uh, trefwoorden, uh, die moet je echt wel toevoegen in het, uh, het enkelvalt. Want anders passen wij dat uh, sowieso aan. Uh, trouwens, als je daar vragen rond hebt, als je zegt van uh, ja, ik wil eigenlijk uh, dat bepaald trefwoord, uh, want dat is belangrijk voor ons, maar je denkt dat dat voor onze van ons als moderatoren niet zo handig zal zijn, weet dan dat je hier uh, bovenaan heb je uh, vier stappen, dat je eigenlijk bij stap vier is het, denk ik, heb je hier onderaan, en dat is een heel interessant luik, uh, heb je opmerkingen van of voor de inzender. Dus als je daar bijvoorbeeld uh, als je uh, uh, logo's of illustraties of afbeeldingen uh, wil, wil toevoegen. He. Weet dat, je, dat wij heel streng zijn op het auteursrecht. Dan ga je altijd die vraag krijgen. Van, ja, is dat wel degelijk door jullie gemaakt? Uh, hoe zit het met het auteursrecht? Je kan eigenlijk hier, he, dit veld, kan je eigenlijk zien als een rechtstreekse connectie met de persoon die eigenlijk jouw materiaal online gaat zetten. Dus alles wat belangrijk is, zet dat gerust in. In stap 4, dus ik laat het nog eens zien. He. Stap 4, helemaal onderaan, uh, zet je daar gerust uh, opmerkingen in die jij belangrijk vindt, uh, dat een moderator van jouw leermiddel uh, moet weten. Dus ik ga even naar onder en dan hebben we gebruik. Voilà. Dus doe dat alsjeblieft zo uitgebreid mogelijk. Heel vaak maken organisaties ook uh, uh, ja, lespakketten met eindtermen. Zet die hier al in, hè, want dan kan daar op gezocht worden. Alle informatie die hier wordt ingezet, uh, ja, die kan ook teruggevonden worden door de gebruikers. Hè. Dus dat is echt wel een meerwaarde. Uh, onderwijsniveau spreekt op zich uh, ook voor zich. Hè. Dus, um kan je ook aanduiden voor welke doelgroep dat je het hebt gemaakt. Wees niet te snel telkens met het niveau gebonden aan te duiden. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn. Dat maakt je leermiddel ook aantrekkelijker voor onze gebruikers. Bij vak leergebied juist hetzelfde. Je kan ook kijken voor wie het, ja, voor wie het eigenlijk gemaakt is. Ook hier klik niet te veel aan, want dat, dat, dat ontmoedigt natuurlijk. Als daar heel veel bij staat dat eigenlijk niet voor jou gemaakt is. Jullie gaan ook naar deze webinar en je wil ook gewoon... Op maat informatie krijgen. Dat geldt voor onze gebruikers op klassement natuurlijk ook. Dan taal, dat is zo een van die dingen die je ook kan eh, noteren. Website met info spreekt voor zich en dan komen we bij die afbeeldingen. En dat is ook een heel belangrijke. Heel wat organisaties hebben eigenlijk eigen logo's en afbeeldingen. Als dat zo is, als je zegt van het auteursrecht is volledig gecleared, eh. wij hebben daarvoor betaald, die afbeeldingen zijn van ons, nogmaals in stap 4, schrijf dat dan eh, bij informatie voor de inzender. Anders is het heel belangrijk dat je uh, vrije afbeeldingen gebruikt. Nu ik ga even hier naar uh, de presentatie teruggaan en ik ga daar even door. Dus heb je zelf uh, illustraties, dan is dat eigenlijk perfect in orde. En dan zet je dat gewoon bij stap 4. En dan weten wij dat. Dan laten wij die afbeeldingen passeren. Wij zetten daarbij dat ze auteursrechtelijk beschermd zijn, eh, maar dat ze wel eigendom zijn uh, van de organisatie, of we zetten dat het CC, Creative, creative Commons, is, dan houden wij we echt wel rekening met jullie licentie. Als je online deelt en je hebt ze zelf niet ontwikkeld, dan zijn dit eigenlijk de vuistregels voor auteursrecht op plassement. Dus gebruik bij voorkeur auteursrecht en vrije afbeeldingen. Je hebt trouwens ook een link op de helppagina. Als je daar bij onze trefwoorden vrij intikt, dan kom je eigenlijk op een pagina waar je alle... Websites verzameld ziet met rechtenvrije afbeeldingen. Um, verwijder later illustratieve foto's en doe die gewoon weg. Bronnen zijn voor ons ongelooflijk belangrijk. Hè. Liefst rechtenvrij natuurlijk. Zijn die niet rechtenvrij, heb je wel de rechten, moeten wij toch nog weten van waar die komen. Um, zijn je foto's niet rechtenvrij of zijn die niet jouw eigendom, maar wil je ze toch op een of andere manier in je leermiddel plaatsen, voeg ze dan toe als link. En dat geldt ook natuurlijk uh, voor muziek. We hebben ook heel wat pagina's met auteursrechtenvrije muziek. Dit zijn onze persoonlijke favorieten. We zullen die ook straks even uh, in de chat zetten. Um, dan... Um kunnen jullie daar onmiddellijk aan? Want dit zijn een aantal van die heel handige. Voilà, ik was al iets te snel. <laughs> er zijn waarschijnlijk wel al vragen, maar daar zijn we nog niet. Uh, goed, um, dus de helppagina, daar kan je terecht als je. Um, ik ga dat ook misschien even laten zien nog. Dus we gaan hier naar de helppagina, naar helemaal bovenaan. Als je hier vrij ingeeft. Voilà, ik ga dat even doen. Dan zie je hier eigenlijk vrij te gebruiken: foto's, beelden en muziek. Voilà, en dan wordt dat daar eigenlijk mooi opgezomd. Dus je hebt themapagina's op het klassement waar je dat allemaal kan vinden. Dan nog een laatste interessante ding. Dus Arnold had al gezegd: ja, die leermiddelen, je kan daar nu aan. Hoe ziet dat er dan uit? Ik ga even terug naar klassement. Voilà, dat gaat net iets sneller gaan. Voilà, stel nu dat ik bij klassement wil gaan kijken. Ik ga naar de leermiddelen en ik ga nu gewoon voor de oefening. Wat zie je onmiddellijk staan ook trouwens? Ik ga mijn beeld groot zetten. Wat zie je onmiddellijk staan, uh, collega's? Dat is eigenlijk dat ik hier de knop heb staan. En als ik wat doorscroll dit is bijvoorbeeld een leermiddel van klassement, maar dat is in verband met uh, ja, buitengewoon onderwijs, heb ik zeker niet toegevoegd, dan zie je. Dat, omdat ik auteur ben van klassement, dat ik hier ook mijn wijzigknop heb. Dus ik ga dat dus doen. En als ik dan hierin ga, je ziet ik ben auteur van klassement, dan kan ik zeggen, ja oké, okay, Anne heeft dat wel toegevoegd, in naam van klassement, maar ik ga dat mooi op mijn eigen naam zetten. En dat kan perfect. Dan krijg je een waarschuwing. Wat dat eigenlijk inhoudt als jij de toevoeger wordt. En je zal ook niet alles kunnen aanpassen. Dat zal je hier ook zien. Dus de licentie moet nagekeken worden en dergelijke meer. Maar weet dat het op die manier heel gemakkelijk kan. Ik ga dat natuurlijk nu niet doen. Maar dit is eigenlijk hoe dat werkt. Trouwens, als je naar leermiddelen gaat en je hebt bijvoorbeeld een leermiddel toegevoegd. Het klassement heeft dat dus al gedaan. Dan kan je ook, ik ben nu via het profiel gegaan. Maar je kan ook gewoon dan naar je organisatie gaan. En dan kom je op dezelfde pagina terecht. Maar dus je organisatie wordt alleen teruggevonden als je leermiddelen gedeeld hebt. Voilà, Arnold, ik ben uitgebabbeld. Dan denk ik dat ik terug kan naar jou. Allright, dankjewel. Ik had hier de vraag in de chat gezien. Um, hoe je een tweede organisatie, hè, hoe kan je dat toevoegen? Um, dat is um, eigenlijk uh, ook weer al via um, het uh, witte driehoekje, maar dan ga je naar je profiel. En uh, dan. Dat is een goed idee. <laughs> ja. Dus we gaan even het even de scherm delen. Dat maakt het toch iets eenvoudiger. Hè? Dus ik ga even terug opnieuw. Hè? Uh, het, het driehoekje. En je gaat naar profiel. En dan kan je wijzig functies kiezen. En uh, dan uh, ga je naar volgende. Uh, even zien of dat ik dat hier juist aan het doen ben. Uh, Nee, ik ben het niet juist van... Dat. Ah, toch wel. Dan ga je naar de tab Organisatie. En daar zie je het overzicht van uh, jouw organisaties. En in principe zou je dan, voilà, koppel nog een organisatie aan je profiel. En als je daarop klikt, dan kan je er dus uh, een derde, een vierde, een tweede uh, toevoegen. En uh, alles wijst zichzelf uh, wel uit. Hè. Je moet dan allez, stap voor stap... Um, Werken. Dus dat was uh, één vraag uh, die ik al had. Um, Oké, okay. leermiddelen verwijderen kan uiteraard. Hè, dat kan je zowel um, als auteur hallo um, verwijderen. Uh, help me eens even, uh, Eline. Um, Lies heeft, uh, heeft net de vraag uh, beantwoord. Denk ik. Ah, voilà. Kijk, dat gaat superhandig. Um, ja, datgene wat je ook getoond hebt, en dat is wel leuk, dat is vanaf het moment dat je um, een leermiddel hebt toegevoegd, hè, dan is jouw organisatie ook uh, via het zoekvenster, het algemene zoekvenster, uh, zichtbaar. Dus ik ga bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, hein, Unicef uh, intikken, dan krijg ik de suggestie. He, niet alleen de trefwoorden die al gebruikt zijn, maar ook de organisatie. He, dus UNICEF België is actief op Klassement. Als ik daar dan op klik, dan krijg ik eigenlijk al het lesmateriaal van UNICEF België te zien. En ik kan ook onmiddellijk doorklikken naar hun profielpagina en zijn de hun visitekaartje eigenlijk op Klassement. En daar zie je ook dat ze uh, tien leerbeelden hebben. Als ik dat doe voor MOVE, want dat is ook wel een mooi voorbeeldje, dan ga je. Net hetzelfde zien. Hè. Je ziet daar de suggestie naar de organisatie. En als ik hier naar de organisatiepagina ga, dan krijg je een die goed is uitgebouwd, hè. een mooie omschrijving, uh, de leermiddelen, maar ook, zoals je ziet, de verschillende favoriete mappen. Uh, nu goed, daar gaan we het nu even over hebben: die favoriete mappen. Wat is dat nu juist? Uh, stel dat je als organisatie eigenlijk niet zoveel lesmateriaal zelf hebt, maar dat je toch gespecialiseerd bent uh, binnen bepaalde thema's, uh, dan kan je eigenlijk werken via favorieten mappen. Uh, Move is gespecialiseerd in beweging uh, op school, of voor en na school ook. Uh, en zij hebben bijvoorbeeld hier een favorietenmap aangemaakt. Met lesmateriaal dat zij gesprokkeld hebben op klassement. Um, je ziet ook dat die favorietenmap, je kan die ook nog zelf um, omschrijven. Hè. Dus je kan zeggen van ja, dit is een verzameling uh, van bepaald materiaal rond een bepaald thema. En je ziet dat dat een interessante mix is. Van, en dat vinden wij het leukste als klassement: van materiaal dat door individuele leerkrachten um, is toegevoegd, die misschien niks te maken hebben met MOVE. Maar MOVE toont hier wel mee aan: van kijk, wij appreciëren dat materiaal, we vinden dat kwaliteitsvol genoeg uh, om dat in onze favoriete map te steken. Um, en je ziet, hè, er zijn er eigenlijk uh, redelijk wat. Hè, maar je ziet er dan ook nog wel andere organisaties tussen staan. Um, voilà. Uh, dat is wel heel, um, heel handig, vind ik, voor organisaties die op zich uh, niet veel lesmateriaal maken, maar toch eh, ik zeg maar iets um, um, over pesten of zo uh, veel hebben of, of um, veel know-how hebben, dat zij eigenlijk ook op klassement hun eigen verzameling kunnen maken van lesmateriaal dat. Um, Volgens hen kwaliteitsvol is. En dat is soms wel belangrijk, zeker voor uh, thema's die wat gevoelig kunnen zijn. Um, Alleen zijn bepaalde thema's, ik denk bijvoorbeeld uh, pesten, eh, dat je dat moet inbedden in een, in een soort van beleid. Ik denk ook aan gezondheidsthema's, eh, die dat je toch op een bepaalde manier moet uh, aanpakken op school, dat je dat ook voor een stuk. Mee kan inbedden in beleid. Ik denk ook um, aan uh, herinneringseducatie, bijvoorbeeld. Hè. Je kan dat ook voor een stukje wat fout aanpakken, ook al ik zeg niet dat dat fout is, hè, maar soms uh, is de bedoeling heel goed en is de manier waarop uh, niet echt uh, fameus. En dan kan je als organisatie eigenlijk ook een beetje ja, wat kwaliteit naar voren schuiven, zelfs al is het niet je eigen materiaal. Uh, voilà. Ik ga jullie straks direct tonen hoe dat je dat maakt. Hè. Um, ik ga dat nu direct tonen. Kijk, ik ben nu actief hè, bij klassement zelf hè, als organisatie. Ik um, ga naar leermiddelen. Ik uh, tik een uh, term in natuur, bijvoorbeeld. Zeg maar iets. Hè. Voilà, uh, ik heb hier uh, dat ding van Filip uh, bekeken. En um, ik zeg dat is iets super interessants. Ik kan ofwel direct al het hartje aanklikken. Hè. Um, dus je ziet hier een hartje staan. Ik kan dat al aanklikken, of ik kan het natuurlijk eerst eens deftig bekijken en dan zeggen: Van ik maak favoriet. Voilà, ik maak favoriet. En dan krijg je verschillende tabbladen. En dan hangt het er een beetje vanaf hoeveel organisaties dat je aan je profiel hebt hangen. Je kan het. Toevoegen aan je persoonlijke favorieten. Je kan dus ook een persoonlijke favoriet map maken, zonder dat dat gekoppeld moet zijn aan een organisatie. Ik ga dat doen. Voilà, in dit geval, ik maak geen nieuwe map, maar ik heb een mapje, denk ik, test of testmapje. Ik steek dat hier in mijn testmapje. Ik kan ook een nieuwe map maken. Voilà, ik doe op sluiten en je gaat nu zien dat het hartje gevuld is. Als ik terug ga naar de zoekresultaten, dan ga je ook zien dat het hartje hier blauw is. Dus een gevuld hartje of een blauw hartje wil zeggen dat dat een persoonlijk um, favorietje is uh, van u. Maar nu, ik ga er nog eens op klikken en ik ga dat als favoriet in een favorietenmap steken. Of als favoriet maken van mijn organisatie. Want je kan ook een gewoon favoriet hebben, maar dan niet in een map gestoken. Maar ik ga het hier favoriet maken van mijn organisatie. En je ziet een oranje bolletje. En ik steek dat hier um, ja, in geen enkele map. Want dan ga ik een beetje zitten prutsen. Maar je kan het hier ook in een nieuwe map steken. En die nieuwe map zal dan ook zichtbaar zijn... Wat we gaan toch doen. We gaan gewoon test maken: de map test. Die kan ik alleen zichtbaar maken voor organisatieleden, alleen voor personen met de link. Maar als je richting wilt uitpakken, natuurlijk, is het logisch dat je dat zichtbaar maakt voor iedereen. Voilà, ik voeg dat toe. Voilà, en um, ik kan dat eventueel ook doen hè, bij een andere organisatie, hè, maar eigenlijk uh, wijst het zichzelf nu uit. Als ik nu terug ga naar de organisatieklassement, dan zal je zien dat die favoriete map Test uh, daar is bijgekomen. Dus ik zie nu Klassement, de leermiddelen, en hier onderaan staan de nieuwe favoriete mappen, en hier staat de favoriete map Test. Nu. Dat ziet er niet zo goed uit. Als ik daar dan op klik, dan kan ik de favoriete map omschrijven. Hè. Dit is een testje voor de webinar en blablabla. Bla, bla. En ik kan er ook een afbeelding aan toevoegen. En dan hier ook uh, ja, als het ging over natuur, klik natuur in. Voilà. Hopla, dat is passend. Is publiek zichtbaar. Ik bewaar het. En dan ga je nu zien bij de organisatiepagina van Klassement, dat daar een mooi mapje uh, bij staat. Uh, wacht even, hè. meneer. Ja, organisatiepagina. Ik probeer zo snel mogelijk te gaan, dat we straks nog van een terrasje kunnen genieten. <laughs> Bijvoorbeeld. En hey, voilà, hier staat het erbij. Nee, Is dat uh, duidelijk voor iedereen? Mocht het niet zijn, uh, zet het gerust in de chat. Uh, maar weet ook, het wordt opgenomen. Uh, voilà. Ik, Ik denk dat we nu is. kunnen overgaan naar het volgende punt. Dat zijn de advertenties. Dus nu hebben we eigenlijk een beetje basis uh, getoond van wat je kan uh, doen op klassement zonder dat je daar uh, iets voor moet betalen. En ja. Voor een marketingafdeling of voor een communicatieafdeling van een organisatie of van een bedrijf. Um, ja, probeer dat creatief aan te pakken. Hè. Uh, maak daar ook dingen van die nuttig zijn uh, voor ons doelpubliek. En dat zijn in eerste instantie sowieso de leerkrachten. Hè. Um, voilà. Uh, voor mensen die werken voor betalende platformen of voor uitgeverijen of wat dan ook. Hè. Is het ook mogelijk om bijvoorbeeld te werken met teasers? Hè? Je kan bijvoorbeeld een kleine selectie van je lesmateriaal openzetten op klassement. En dan maak je eigenlijk gebruik uh, van je organisatiepagina om uh, promo te voeren uh, voor datgene wat je, wat je commercieel aanbiedt. Hè? Uh, dus dat zijn allemaal wat mogelijkheden. Als je daar wat creatief mee bent, um, dan is dat oké. Okay. Ben je er niet al te creatief in en toch iets te opportun, dan ga je onze moderatoren, want alles wordt nagekeken door moderatoren, dan ga je die wat frustreren en op den duur gaan we dan vragen om ja, ofwel te minderen of zaken te bundelen. Maar dat moet je zeker vermijden. Nu, als je zegt van ja goed, ik, ik merk wel wat return op klassement, ik wil misschien toch een, een bepaalde campagne of zo wat extra boost geven. Dan kan dat. Uh, er zijn verschillende mogelijkheden. Als je nu bijvoorbeeld aan een klassement gaat, dan zie je bijvoorbeeld op de startpagina al twee advertenties staan. Uh, lesmateriaal in de kijker, het staat er ook duidelijk bij: advertentie. Hier zie je dat de uitgeverij wijzen en vlam. Uh, de. De dienst voor uh, agromarketing, eh, Vlaamse, uh, al gebruik maken van de mogelijkheden. Nu, als je verder naar beneden scrolt, dan uh, kan je daar de knop adverteren zien of de link adverteren. En dan kom je uh, op de pagina die heel duidelijk maakt wat de, alle opties zijn. Uh, wat de prijzen zijn en hoe het werkt. Er zijn eigenlijk drie elementen. De startpagina, heb ik jullie er juist getoond. Eh, de prijs staat er ook bij. De nieuwsbrief, dat is onze weekendnieuwsbrief. Eh, die gaat naar uh, ondertussen toch wel uh, meer dan uh, 117.000 abonnees, als ik me niet vergis. Um, en dat kan ook in verschillende segmenten. En nog interessanter, eh, maar dat, uh, daar moet je wat budget voor voorzien, uiteraard. Dat is een targeted mailing, waarbij dat we eigenlijk gaan kijken. En je moet weten, iedereen abonneert zich daar wel expliciet op. Hè? Dus uh, wij gaan geen uh, boodschappen van derden sturen naar, uh, naar mensen die, uh, die daar niet op heb geabonneerd hebben. Hè? Uh, maar dat is ook wel een mogelijkheid. Hè? Dan kan je bijvoorbeeld zeggen: Ik wil alle leerkrachten geschiedenis uit uh, de derde graad uh, ISO van de provincie Antwerpen en de directies bijvoorbeeld. Uh, Benaderen met mijn boodschap, dan kan dat via een targeted mailing. Maar goed, ik ga dat heel kort houden. Mocht je daar meer info over wensen, dan weet je mij te vinden. Je kan ook de planning zien. Dus je kan eigenlijk al een beetje de timing wat inschatten en zo. Maar dat is allemaal te vinden door onderaan in de blauwe banner op klassement te klikken op adverteren. Dat is kort en krachtig. Voilà. Dan hebben we ook nog. Um, de themapagina's. Uh, themapagina's, ik ga er uh, twee tonen. Um, als ik nu bijvoorbeeld pesten intik, eh, dan krijg ik ook al twee themapagina's voorgeschoteld of gesuggereerd. Eentje daarvan is nee tegen pesten. En dat is eigenlijk een voorbeeld themapagina, vind ik persoonlijk. Uh, een themapagina die wordt uh, door ons geïnitieerd, eigenlijk. Je kan dat niet zelf aanmaken als organisatie. Um, jullie mogen contact opnemen met ons en zeggen van hey, wij zouden graag rond dat thema een pagina doen, hè, uh, maar je kan dat niet zelf opstarten. Um, wij vragen dat dus aan bepaalde organisaties. Hier hebben we dat gevraagd aan Kieskleur tegen Pest. Dat zijn verschillende organisaties. Uh, bestaat uit twee delen, zo'n themapagina. Het eerste deel is een. Uh, met ook heel veel mogelijke links tussen, hè, waar we van jullie vragen: van stuur ons een suggestie eh, voor de tekst die bovenaan de themapagina komt. En daaronder komen de leermiddelen. En die leermiddelen die zijn eigenlijk vrij eenvoudig: die worden gemaakt op basis van. Net zo'n favoriete map hè, die je, dat je zelf wel kan samenstellen. Um, en die favoriete map, als je die dan up-to-date houdt, dan blijft die themapagina ook automatisch uh, up-to-date. Voilà. Een andere die ik uh, kan tonen, dat is de themapagina uh, over klimaat, bijvoorbeeld. Als ik nu klimaat intik. Dan krijg ik als suggestie het thema klimaatverandering. En dat hebben we gedaan hè, in samenwerking met MOS, hè. Uh, Duurzame Scholen, Straffescholen. Um, voilà. Het leuke is ook, een themapagina kan gevolgd worden. Dus als die geüpdate wordt, dan krijgt men het signaal. En kan ook eh, door mensen gedeeld worden via Facebook, Pinterest, uh, via Klassement zelf. Of gewoon de link en dan kan je kiezen waar je deelt. Um, voilà. Ik ga er vlotjes door mensen. Um, voilà. Um, als je een themapagina opmaakt, dan kan je daar ook trefwoorden suggereren aan ons. Want die trefwoorden zorgen ervoor dat die themapagina dan ook hier in het zoekvenster wordt gesuggereerd bovenaan. Voilà. Wat we ook doen, dat is dat we de themapagina koppelen aan bepaalde kalender, kalendermomenten. He, je hebt vele weken van of dagen van um, en dan proberen we daar de juiste partners te vinden um, om uh, die themapagina te vullen en dus uh, dan krijg je het ook zichtbaar ruim een drietal weken op voorhand uh, dat de datum zelf is um, krijg je de themapagina ook al zichtbaar op de startpagina ja, dus hier is dat gemaakt uh, in samenwerking met uh, pa, 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 pa. De mensen van Faro en van Gerita. Eh, um, voilà. Dus dat is ook leuk om uh, als organisatie uh, je aanbod toch ook naar voren te brengen uh, binnen Klassement. Hè, wie je moet rekenen, want op klassement.net zelf wordt er echt wel heel veel uh, gezocht. Uh, voilà. De themapagina kan je dus ook volgen. Heb ik getoond. Je kan ze delen. Uh, wat er ook nog kan... Uh, in een themapagina, dat is dat je daar verder in kan gaan filteren. Dus een gebruiker kan zeggen van ja, ik geef les in het lager of in het secundair of wat dan ook, ik geef nu bijvoorbeeld les in het zesde leerjaar lager, dan ga ik van die themapagina direct alle leermiddelen krijgen die eigenlijk passen bij het niveau waarin dat ik les geef. En ik kan ook nog aan verder filteren. Ik kan zeggen van ja, nee, ik wil alleen video's bijvoorbeeld, dan krijg ik ook alleen de video's. Dus uh, voilà, dat wat betreft de themapagina's. Dus voor organisaties die know-how hebben rond bepaalde thema's, contacteer ons en we kunnen er samen aan werken. Voilà. Het overzicht van de themapagina's vind je ook op de startpagina zelf. Uh, dan moet je een beetje naar beneden scrollen. Hier staan ze. Hè, voilà. Hier hebben we de recente themapagina, um, eigenlijk de vier recentste. Maar als je daarop klikt, hier onderaan, bekijk alle thema's, kan je ze allemaal zien. En daar kan je dan ook weer gaan zoeken. Voilà. Uh, wat er ook nog gebeurt, hè, dat is als ik nu bijvoorbeeld uh, klimaat intik en gewoon zoek op het trefwoord, dan ga ik ook nog eens de suggestie krijgen binnen het leermateriaal hier. Voilà, om naar de themapagina te gaan. Dus. Mocht je know-how hebben rond een bepaald thema, is er nog geen themapagina rond? Contacteer ons. Is er al wel een themapagina die dat er bestaat, maar zeggen jullie van we hebben toch nog aanvullend uh, materiaal? Laat het uh, zeker weten. Voilà. Ik heb nog één klein dingetje dat ik snel wil tonen. Als je nu bijvoorbeeld een themapagina hebt aangemaakt rond een bepaald. Uh, Thema. Uh, dan kan je uh, om dat op te volgen. Hè, je zegt van kom om de drie weken nog eens kijken op het klassement. Dan kan je eigenlijk je zoekactie uh, bewaren. Als ik nu elke keer opnieuw materiaal wil zoeken rond klimaat, tik ik hier klimaat in. Uh, ik ga dat zoeken. En ik ga die zoekactie bewaren. Voilà, ik tik hierin. Klimaat. En ik kan daar bijvoorbeeld zitten in functie van eh, thema pagina of favoriete map. Eh. Dat is favo map. Voilà. Ik bewaar dat. Ik zet er ook bij. Meld nieuwe resultaten. Dat gaat mij dan ook nog eens een keer melden als er iets nieuws wordt bewaard op Klassement, waarbij dat trefwoord Klimaat wordt toegevoegd. En zo kun je een beetje up-to-date blijven en eventueel je eigen favoriete map. En desgenoot, de, alleen des, uh, desgevallend, ook nog eens een themapagina. Mochten we die samen gemaakt hebben, dan kan dat automatisch geüpdate worden. Voilà. Ik denk dat dat bijna alles is. Uh, Super belangrijk, uh, denk ik ook. Is um, ja, dat we het leuk vinden dat als jullie actief zijn op klassement. Dat je ook probeert om um, ja, uh, terug naar ons te koppelen vanuit jullie eigen websites. Ik ga twee voorbeeldjes tonen uh, die dat ik wel tof vind. Het ene voorbeeldje is van de organisatie Herinneringseducatie. Dus als ik hier ga kijken op de uh, pagina van hen, kan ik bij thema's He, kan ik bijvoorbeeld uh, een thema kiezen? Ik kies nu De Grote Oorlog. En als ik dan een beetje naar beneden scroll dan ga ik um, hier onderaan, het staat wel een beetje ver onderaan, maar voilà: Meer Inspiratie, Klassement. Als ik daar dan op klik, he, dan kan je bijvoorbeeld hier in een favoriete map De Grote Oorlog terechtkomen uh, van het bijzonder comité. Um, hetzelfde voor Move. MOVE heeft dat ook prachtig gedaan. MOVE heeft hier in dit geval bijvoorbeeld, als ik aanbod voor en na de lessen bij bewegingsthema's ga kijken, dus hier zijn de bewegingsthema's, dat zijn de verschillende. Je hebt actieve verplaatsing, als ik daarop klik. Dan gaat men nu ook doorverwijzen hè, naar KC en naar de favoriete map op klassement. En eigenlijk is dat de meest ideale samenwerking uh, die dat we ons kunnen voorstellen. Dus uh, allez. alles uh, wat op klassement uh, staat, hè, gaande van uh, gewone, uh, uh, het lesmateriaal, alles heeft een unieke URL. He, dus dat is gewoon copy-paste en te gebruiken. Maar ook een favoriete map, bijvoorbeeld, uh, heeft ook een unieke URL. Uh, en die, die kan je dus ook uh, gewoon kopiëren. Uh, als ik hier deze neem. Voilà, ik kan dat gewoon kopiëren en gebruiken voor op mijn site om te linken. Voilà, is er nog ruimte voor vragen? Dan graag. Ik hebben het. Uh, hoe bieden de timing gehouden denk ik? Dus dat ik zal even uh, alle micro's aanzetten, Arnaud. Dus dan, uh, dat wabbelt misschien gemakkelijker als er gewoon uh, in real life vragen kunnen gesteld worden. Alright, ja. Yeah. Yeah. Um, maar de micro's, eh, die staan nu aan. Ah ja. <laughs> Anders mag het via de chat eventueel ook, hè? Bij deze kan iedereen uh, gewoon uh, zijn micro aanzetten als je graag een vraag live stelt aan uh, Arnold. Ja, ik vrees dat ook wel wat veel is in een heel korte tijd. Uh, ik denk dat ik uh, zelf overdonderd zou zijn. Maar gelukkig hebben we het opgenomen. Ik <laughs> nog eens van gedeten. Uh, en anders ja, zijn de hele pagina's er. En je kan ons ook altijd uh, persoonlijk benaderen. Uh, als je gewoon naar het netwerk gaat uh, en je scrolt een beetje naar beneden, vind je het team van klassement. Daar vind je Elie terug. Je vindt mij daar ook terug. Uh, je mag eigenlijk uh, de mensen contacteren uh, die dat je wil uh, um, om verder geholpen te worden. Er is maar... nog een, uh, een vraag van Jasmijn in de chat. Kunnen verschillende organisaties aan een themapagina leermiddelen hangen? Ja, ja. Uh, dat, dat kan. kan. Dan is uh, ofwel maak je een afspraak onderling van wie dat die favorietemap doet, ofwel maak je ja, een beetje een, um, een organisatie uh, in functie van zo'n themapagina. Hè. Uh, dan maak je een, een, een netwerk van organisaties, hè, zoals er bijvoorbeeld rond de Gezonde School nu een netwerk is van verschillende organisaties. Um, en al diegenen die daar dan in zitten, ja, die kunnen aan een favorietemap van dat netwerk uh, werken. En zoals ik er net heb getoond, uh, dat ik bijvoorbeeld voor verschillende organisaties uh, uh, favoriete mappen kan vullen, ja, dan kan je dat ook doen uh, alle, voor een organisatie. Dus eigenlijk ja, kan je een organisatie maken waar mensen van verschillende organisaties in zitten. Dus dat maakt het eigenlijk wel handig. Nu, alleen, we moeten wel zien dat we niet te veel pro forma uh, organisaties krijgen. Dus als er wat duurzaamheid is, dan is dat oké. Okay. Is dat niet het geval, ja, dan, dan moeten we kijken dat er, uh, dat, dat liefst uh, bijvoorbeeld op naam van één persoon is. En dat je dan samenwerkt onderling met ergens een spreadsheet online of zo. Hè. Ik hoop dat dat duidelijk is. In ieder geval bedankt allemaal om... Uh, zo aandachtig te zijn en hopelijk ook te blijven tot laatste, als er niet een paar afgehaakt zijn. Uh, mochten er geen vragen meer zijn, uh, ja goed, je weet ons te vinden. En geniet nog uh, van een zonnige namiddag. En graag tot ziens. Nog één ding uh, dat ik nog wou zeggen. Um, voor organisaties die um, nascholingen bieden rond uh, digitale competenties, ga eens kijken naar de deelsites en daar vind je Digisnap. Hè. Digisnap is een nieuwe tool uh, die dat er uh, on, ondertussen ontwikkeld is, um, waarbij scholen en leerkrachten uh, hun eigen competenties een beetje in kaart kunnen zetten, maar ook uh, scholen kunnen dat gebruiken om uh, een beeld te hebben van de competenties van hun team en van de school. Uh, en organisaties die een aanbod hebben, uh, ICT-opleidingen dan. Hè, um, die kunnen dat ontsluiten via DigiSnap. Um, en dat zal binnenkort wel uh, stevig beginnen draaien. Um, daarvoor neem je het best contact op. Hè? Als je op de deelzijde DigiSnap bent, ga je naar netwerk met een van de mensen van het team. Uh, dat is ofwel Gert of jana of Katrien, omdat je eigenlijk eerst een opleiding moet volgen. Uh, om juist ja, vooral die link met die competenties uh, goed te maken. Eh, want dat is toch wel, allee, het is een, uh, een bepaald tool, dat, die een overlap, dat moet goed zitten. Hè? Dus uh, dat moet goed gepuzzeld uh, worden. Vandaar dat je dan even een, uh, een vorming moet volgen. Voilà, Gert heeft het er nog uh, bij gezet. Uh, maar je kan hem ook makkelijk vinden via die pagina. Voilà. Allemaal hartelijk bedankt. Jullie ook bedankt. Dank u wel. Tot ziens.